Nou, wij hebben gekozen voor het systeem van Agidec. Ten eerste, we hadden ruwvoeropslag tekort. En we zochten naar een makkelijke manier om lasagnekuilen te maken. Dus elke dag proberen hetzelfde rantsoen aan te kunnen bieden. In het begin, toen wij, dan praten we over 10, 15 jaar geleden, toen deden we de hele eerste snee deden we, in één bult. De tweede snee deden we in één bult. De derde snee in één bult. Maar dan was het wel eens, dan was de eerste snee die was te snel. Dat wilde niet melken. En de tweede snee was soms te langzaam. Dat wilde niet melken. Dan wilde het twee keer niet melken. Nou ja, en dan denk je van eigenlijk moeten we van beide een beetje hebben. En zodoende kom je dan op een gegeven moment op een lasagnekuil. Maar dat houdt wel in dat je vaker open en dicht moet maken. Dit systeem past goed bij ons bedrijf. Omdat we een middelgroot veebedrijf hebben. Met relatief weinig arbeidskrachten. En ook veel vrouwelijke arbeidskrachten. Dit zorgt over een heel stuk werkverlichting. Het inkuilgemak, ja, dat is zeer plezierig wat te ervaren. En ook het voordeel dat je nu niet alle gras in het land opspaart om tot een grote hoeveelheid te komen voordat je gaat kuilen. Nu pak je het ook wel eens op een naar ons idee geschiktere lengte, iets eerder. Nou ja, zo kun je misschien in theorie de kwaliteit van je ruwvoer een beetje sturen daarin. Ja, dat vind ik toch wel een groot voordeel. Een koe die moet constant hebben. Een koe houdt niet van verandering. Iedere verandering bij een koe kost melk. Dus hoe constanter dat je het rantsoen houdt, hoe beter dat het uiteindelijk voor de koe en uiteindelijk ook voor de boer is. Dan kunnen we vaker kleine partijtjes kuilen, omdat de koeien ook aan het weiden zijn. En we toch een keer gauw 10 hectare wat weer kaal gemaakt moet worden voor de volgende weidesnede. En als dan niet synchroon loopt met de massa, dan kan je nu makkelijk tussendoor pakken, omdat je makkelijk de bult kan open en dicht maken. We zijn er verschrikkelijk tevreden mee. Het inkuilen is weer een feest en het uitkuilen ook een feest. En de koeien die doen allemaal goed. Wij zijn heel veel rotwerk kwijtgeraakt met dit ene project. Alle rotwerk wat er eigenlijk op de boerderij is, dat zijn we kwijt. Dat is, ja. Dus ik moet die geld uitdrukken, arbeidsplezier. Dus dat...